Vandaag in onze reeks over bekende druivensoorten, mag ik u voorstellen, Chardonnay, door iedereen bekend. We kennen ze natuurlijk van de grootste wijnen van de wereld, hè. Bataar, Montrachet, Chablis, Meursault, allemaal gemaakt met Chardonnay. Nu, Chardonnay, ze staat wereldwijd enorm veel aangeplant. We hebben bijna 200.000 hectare alleen al aan die mooie Chardonnay-druiven. Dus ze staat overal. We vinden ze heel veel in Frankrijk, maar ook in Italië, in Spanje, in de Nieuwe Wereld. Uh, overal wordt ze gekweekt omdat ze zo uh, gangbaar is, zo plezant is om mee te werken en ook de diversiteit van wijnen die je ermee kan maken. Je kan daar heel leuke mousserende wijnen van maken. Champagne bijvoorbeeld is heel dikwijls van de Chardonnay-druif gemaakt. Je kan er heel frisse wijnen van maken. Je kan er heel volle, vettige witte wijnen van maken. Dus je kunt alle kanten op. Nu, Chardonnay is een drijf die we heel gemakkelijk reductief als oxidatief kunnen opvoeden. Reductief dat betekent dat we de, de Chardonnay wijnen uh, gewoon laten rijpen op uh, afgesloten vaten, dat de, uh, de vaten zelf niet kunnen ademen en een oxidatieve opvoeding. Dat is waar we wel luchtcontact toelaten, zoals op een amphore of als een, uh, natuurlijk een veelgebruikt houten vat bij Chardonnay drijven. Nu kwam smaken naargelang die verschillende bereiding en de legging dat dat wordt uh, gemaakt. Uh, heb je natuurlijk heel veel diversiteit daarin? Dat kan je zeker na heel rijpe appel gaan proeven, dat kan een beetje ananas hebben, maar ook de andere aroma's, zeker als dat een beetje oxidatiever is opgevoed, komen dikwijls die vanille aroma's ter sprake, een beetje het brioche-achtige. En niet te vergeten, de typische botertoets die Chardonnay wel kan hebben, zeker als ze een beetje leeftijd hebben. Bij wat kan je chardonnay gaan, uh, gaan inzetten of wat, bij wat kan je het gaan serveren? Uh, ja, opnieuw heel veel mogelijkheden, zeker omdat je um, die verschillende bereidingswijzen kunt hebben. Uh, als je een moesterende chardonnay hebt, is dat altijd een topper bij zeevruchten. Uh, vind ik dat uh, super smakelijk daarbij, bij een oester, uh, maar ook bij uh, een stukje kreeft kan je heel mooie dingen bereiken. Um, als je een meer oxidatievere stijl hebt, kan je zelf met wit vlees gaan experimenteren. Dus daar kan je ook alle kanten mee uit. Uh, misschien juist nog over uh, welke klas dat je het best gebruikt. Nu Chardonnay is geen super expressieve druif. Dus dat betekent dat je, als je de fles open doet en je, je ruikt, of je schenkt hem in een glas, en je ruikt eraan, dat hij niet altijd direct alles prijsgeeft. Soms hebben we wat meer tijd daarbij nodig. Uh, dus wij zeggen dikwijls, je moet een aroma vanger gebruiken voor, uh, voor het glas. Dus dat is eigenlijk een groot glas, waar veel uh, lucht in kan en veel wijn ook in kan. Maar we doen er maar een beetje wijn in, laten goed walsen en we zorgen dat de, de rand van het glas uh, zeer gesloten blijft. En daarmee kunnen we al die aroma's verzamelen in dat glas en kan je daar op Optimaal van um, we hebben heel veel chardonnay in ons gamma zitten, dus ik zou zeggen, kom zeker een keer langs om er een paar te gaan uit te kiezen in de verschillende stijlen. En dan zie ik u hier, hier graag terug.